mensen van Danshuis Station Zuid, mensen van allerlei opleidingen, mensen van het Zuidelijk Toneel, van Dansgroep De Stilte. En het gevaar van een rijtje opnoemen is dat je er een aantal vergeet. We zijn hier gewoon allemaal. We hebben in Brabant ongelooflijk veel te bieden aan cultuur en dat willen we graag zo houden. We zijn hier om u te vertellen dat als u zegt, je moet in cultuuruitvoering en in cultuurbeleid met elkaar samenwerken, dan zeggen wij tegen u, weet u wel dat u het hebt tegen Brabant? Bij ons stroomt samenwerken in ons bloed. En sterker nog, wij hebben de manier waarop wij willen samenwerken met elkaar vastgelegd in het Brabantbod. En ons enige verzoek aan Den Haag tot nu toe is geweest, willen jullie in Den Haag, willen jullie vanuit het ministerie, willen jullie vanuit het kabinet en vanuit de Tweede Kamer onze partner zijn in het Brabantbod. Wij willen samenwerken om te zorgen dat cultuur in Brabant zijn plek blijft houden. Brabant is heel lang bekend geweest omdat het licht daar vandaan kwam, letterlijk. En u ziet hier allemaal spandoeken, groot en klein, de lampjes branden. U ziet allemaal spreuken van, gaat er al een lichtje branden? Gaat er al een lampje branden? Brabant al licht. Brabant bloeit en gloeit. Maar, gaat de stekker er nu uit? Wij willen dat dat licht in Brabant blijft branden. Als u de opmerkingen over regionale spreiding die u in uw stukken hebt genoteerd echt serieus neemt, dan kan het niet zo zijn dat een regio als Brabant, het staat op dat spandoek geschreven, waar 15% van de bevolking woont, waar 20% van het bruto nationaal product wordt verdiend, waar 45% van onze export wordt gemaakt, dat die minder dan 2% van de rijksmiddelen voor cultuur krijgen. Ja. Onze partner. Heel graag. Wij wachten op uw antwoord. Woe! Heel goed.